Ik ben Rick Honings, ik ben universitair hoofddocent bij het Leiden University Center for the Arts in Society, het LUCAS. En dat is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de verhouding tussen de kunsten en de samenleving. En ik ben zelf Nederlandicus en ik hou me bezig met de Nederlandse literatuur en dan vooral die van de 19e en de 20e eeuw. Er gebeurt van alles en nog wat. Er wordt heel veel onderzoek gedaan dat een link heeft met de samenleving. Ik denk dat iets is wat tegenwoordig heel erg in is. Als je met literaire teksten, of in dit geval non-fictieteksten, bezig bent uit het verleden, dan beweeg je natuurlijk automatisch op een soort snijvlak tussen geschiedenis, literatuur, filosofische opvattingen. Dus dat loopt voortdurend door elkaar heen. Ik ben een letterkundige, een Nederlandicus, maar ik ben ook een historicus. En nu in dit project werk ik natuurlijk ook heel veel samen inderdaad met Indonesici en kenners van de Javaanse taal en cultuur. Dus in die zin ben je altijd heel interdisciplinair bezig. Dat is voor de Nederlandistiek op zichzelf niet zo heel erg gebruikelijk. De Nederlandistiek gaat toch vooral altijd over Nederlandse teksten. Als geesteswetenschapper ben je voortdurend bezig, denk ik, om in de in nauwe samenwerking of in nauwe interactie met de maatschappij waarin we toch leven, te kijken naar hoe we betekenis daaraan geven. Nou ja, Voicing the Colony is een groot onderzoeksproject dat ik dus de komende jaren ga uitvoeren. En het gaat dus eigenlijk over de stemmen van de kolonie. Om stem te geven aan de kolonie. Dus wij gaan onderzoek doen naar verschillende perspectieven van reizigers in Nederlands-Indië. Dus we gaan kijken naar teksten van mensen die in de periode tussen 1800 en het einde van de Tweede Wereldoorlog gereisd hebben in Nederlands-Indië en daarover hebben geschreven. Dus mannen en vrouwen, kinderen, mensen met een witte huidskleur, Indo-Europeanen, dus mensen van gemengde afkomst en Indonesiërs. Om te kijken, hoe hebben zij nou daarover geschreven? Waar leggen zij de nadruk op? Hoe schrijven zij over het kolonialisme? Dat soort zaken, daar gaan we op een systematische manier naar kijken. Nou kijk, in eerste instantie denk ik dat wat wij nu aan het doen zijn in dat team, het projectteam, dat het oplossen is van een wetenschappelijk probleem in eerste instantie. Namelijk het feit dat er tot op heden weinig aandacht is besteed aan andere perspectieven, aan andere bronnen. Je kunt zeggen dat is een historiografisch of een wetenschappelijk probleem. Er wordt alleen maar naar Nederlandse bronnen gekeken. En dat willen wij anders doen. Daar willen wij een bijdrage aan leveren om dat probleem op te lossen, om meerdere perspectieven te krijgen. Maar daarmee hoop je natuurlijk ook een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke probleem, tussen aanhalingstekens. Het is natuurlijk geen probleem waar ieder individu mee worstelt, het koloniale verleden, maar ik denk dat het voor Nederland wel heel belangrijk is dat we daarmee bezig zijn, dat we daarover nadenken. Omdat je dus echt wel verschillende disciplines bij elkaar moet brengen om de historiografie te veranderen. Dus vanuit de Nederlandistiek is de afgelopen decennia ontzettend goed, waardevol onderzoek gedaan. Maar uiteraard natuurlijk altijd op basis van Nederlandse bronnen. Want die oud-Javaanse teksten, die kunnen wij niet lezen. En die kunnen heel veel anderen ook niet lezen. Dus je moet wel een stap zetten om verschillende perspectieven, verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Om andere inzichten te krijgen. Ik ben heel erg gefascineerd door de 19e eeuw. Dat speelt een belangrijke rol, denk ik, in de keuze voor dit onderzoek. Ik vind het een eeuw die heel fascinerend is, omdat het de tijd is dat Nederland een modern land wordt. Het is op weg naar de moderniteit. Het lijkt heel ver weg en tegelijkertijd is het heel dichtbij. Ik zeg altijd, de moeder van mijn grootmoeder die is geboren in de 19e eeuw. Dus in die zin is het ook alweer behoorlijk dichtbij. En het is een andere wereld. En als je met die 19e eeuw bezig bent, dan kun je niet onder het kolonialisme uit. Het is zo'n belangrijk element van de cultuur waarin men leefde. En daar ben ik wel door gefascineerd geraakt. Nou ja, je ziet zeker een verschil tussen die verschillende bronnen, ook de verschillende perspectieven. Mannelijke reizigers bijvoorbeeld in de 19e eeuw keken anders dan vrouwelijke reizigers over het algemeen. Mannen die hadden vaak een soort ontdekkingsretoriek. Ze komen daar aan in een land dat vreemd is en dat zij voorstellen als het ware als een soort paradijs dat nog onontgonnen is. Zij gaan het veroveren, zij gaan het ontdekken. Terwijl bij vrouwelijke reizigers vaak een heel ander perspectief te zien is. Dat veel meer op het huiselijke leven bijvoorbeeld gericht is, op kinderen en op dat soort gebruiken. Terwijl iemand van gemengde afkomst, een Indo-Europeaan, misschien wel geneigd is om op een wat kritischer manier te kijken. Iemand van
van twee kanten afkomstig is. Zowel bijvoorbeeld iemand met een Nederlandse vader en een Indonesische moeder. Die kijkt weer op een andere manier dan een volbloed Nederlander naar het koloniale project. Nou, en de Indonesiërs, dat is natuurlijk een heel verhaal apart. Je wil natuurlijk eigenlijk ook de tegenstem van die Indonesiër horen. Maar het aantal bronnen is wat dat betreft toch vrij beperkt. Hè? Dus we willen stem geven aan de ander, zoals dat heet. Maar over het algemeen zijn het toch vooral de mannen uit de hogere elitaire klasse, de adel, de Indonesische adel, die konden schrijven en die hebben ook over het algemeen geschreven, vaak in handschrift, omdat de Nederlanders toch niet toelieten dat zij gedrukte teksten produceerden. En die schreven dan in het Javaans over hun ervaringen. Zij werkten met de Nederlanders samen voor een heel belangrijk deel. Maar tegelijkertijd zie je dat er toch een heel andere manier van kijken is. Dus als je die teksten van die Indonesiërs leest, dan zie je dat zij die Nederlanders heel erg als een bezetter representeren. Dus ze heel erg de nadruk leggen op wapenkazernes, op de militaire aanwezigheid, op kogels die gemaakt worden en geproduceerd worden. Een heel erg fascinatie voor de eigen cultuur, de eigen antieke Javaanse cultuur. Mensen die grafinscripties uit lang vervlogen tijden gaan bestuderen. En je zou eigenlijk zeggen dat ze op die manier een soort hun eigen cultuur terug eisen. Die dus door de Nederlanders naar de marge is gedrukt. En dat gebeurt ook op hele basale manieren. Bijvoorbeeld door weer Indonesische plaatsnamen te gebruiken. Ja, dus de Nederlanders die gaven bepaalde plaatsen die zij koloniseerden, gewoon nieuwe Nederlandse namen. Dus Jakarta werd Batavia. Bogor werd Buitenzorg. En die Indonesiërs, dat zie je gewoon, ja, die gebruiken dan toch systematisch hun eigen benamingen. Hè? Dus je kunt zeggen, ja, dat is niet veelzeggend, maar het is juist wel veelzeggend. Hè? Want dat soort manieren van schrijven en van kijken geeft aan dat zij toch op een hele nationalistische, zelfbewuste manier bezig waren naar hun eigen land te kijken. En in die zin krijg je echt wel een tegenperspectief op dat Nederlandse kolonialisme. Nou, er is zeker een relatie tussen taal en macht, hè? Op een hele concrete manier vaak. De Nederlanders bepaalden wie er Nederlands mag leren. Er was ook een soort politiek bijna van uitsluiting. Dus bijna niemand mocht Nederlands leren. In de Engelse kolonie was dat anders. Daar werd het leren van Engels gepropageerd. Maar voor de Nederlanders was dat echt een vorm van uitsluiting. Alleen de absolute elite leerde soms Nederlands schrijven en spreken. Maar ook, taal kan natuurlijk ook in die zin macht uitoefenen. Wat ik net zei, zo'n plaatsnaam. Hè? Als je als Nederlander in een kolonie komt en je besluit een eeuwenoude plaatsnaam Jakarta te hernoemen tot Batavia, dan is dat in die zin een daad van geweld, bijna zou je kunnen zeggen. Hè? Dus met behulp van de taal wordt het ook tot eigendom gemaakt. Hè? Dus er is zeker een relatie tussen de taal en het kolonialisme. Het is denk ik heel goed dat je studenten laat zien wat een kritische houding kan opleveren. He, dus dat je de werkelijkheid misschien niet te veel moet vertrouwen in die zin, maar dat je ervan uit moet gaan dat dit soort bronnen, dat geldt eigenlijk voor alle teksten. Hè. Dat geldt natuurlijk ook voor teksten die vandaag de dag verschijnen, die vaak ook een soort propagandistische of politieke functie hebben. Dat je die met wantrouwen moet bejegenen, dat je daar kritisch over moet zijn. En dat je tussen de regels door moet lezen. He, dus dat je, als je bepaalde teksten leest, dat je altijd moet realiseren dat teksten niet objectief zijn. Dat eigenlijk geen enkele uiting objectief is, maar dat er altijd een ideologie, er zitten altijd belangen achter. Als ik ze dat zou kunnen meegeven, dan ben ik wel dik tevreden, geloof ik. Leiden heeft een rijke traditie wat betreft de studie naar Indië, de koloniale geschiedenis. Zowel bij de afdeling geschiedenis als bij de Nederlandistiek. Dus in die zin heeft Leiden veel te bieden. We hebben de fantastische collecties van die Asian Library, waar eindeloos onderzoek mee kan worden verricht. Dus we hebben echt op een steenworp afstand van de universiteit liggen die collecties te wachten om bekeken en onderzocht te worden. En Leiden is ook een soort openluchtmuseum. Je kunt hier rondlopen. Hier hebben vele schrijvers, studenten, professoren, ook Indonesische studenten hebben hier even lang rondgelopen. Dus in die zin valt over ieder gebouw, achter iedere gevel, daar liggen verhalen die verteld moeten worden. Aan onszelf denk ik dat we het zeker verschuldigd zijn dat we een goed begrip krijgen van het koloniale verleden. Door het bestuderen natuurlijk van historische bronnen, maar ook van dit soort meer onschuldige bronnen, die toch niet zo onschuldig blijken te zijn. Dus ik denk dat het voor een land
voor ieder land belangrijk is om je verleden te kennen, om in het reine te komen met je verleden. En dat moet niet op een manier met het vingertje, dus dat je zegt, foei, wat hebben we het verkeerd gedaan in het verleden? Daar heb je volgens mij niet zo heel veel aan. Maar je moet wel goed begrijpen hoe dat verleden is gegaan. En ook ja, wel een soort eerlijk beeld hebben van dat verleden. En van de rol die Nederland over zee ook heeft gespeeld als kolonisator. Het mooiste is natuurlijk, denk ik, als je op hoog niveau met studenten, zeker op het niveau van masterniveau, met ze kunt praten, kunt lezen. En dan kun je echt je onderzoek ook laten voeden door de studenten. Ja, dus dit soort teksten kun je natuurlijk met studenten uitstekend zoeken, bestuderen, analyseren. Dus je kunt van het college ook als het ware soort trainingen maken in hoe moet je dit soort teksten nou, hoe moet je die nou lezen. Er bestaat inderdaad zo'n tegenperspectief. Hè, dus er zijn een aantal van die bronnen in Nederlandse vertaling uit het Indonesisch beschikbaar. Ja, dan kun je echt met zo'n groep ook wel op zoek naar een manier van lezen, kritisch kijken. En dan zie je wel echt een soort wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs. En dat leidt dan vaak ook weer tot publicaties en tot lezingen. Dus in die zin levert dat wel heel veel op. Het zijn vaak wel eye-openers. Ik denk dat wij onze studenten wel trainen ook in het lezen van dit soort teksten. Of het nou gaat om politieke teksten, of in mijn geval koloniale teksten. Maar het gaat natuurlijk bijvoorbeeld ook om gender, of man-vrouw verhoudingen, hoe zitten die in teksten. Dus je leert ze vooral om op een bepaalde manier te lezen, met een bepaalde bril op, vanuit een bepaald perspectief, kritisch. En dat leren ze wel heel goed, maar je moet het wel geleerd hebben voordat het kan, zullen we zeggen. En je kunt het leren door te doen, hè, dus in de praktijk. En je merkt ook dat als je daarmee begint, dat studenten dat helemaal niet zo snel zien. Ik heb met een groep studenten in een college hebben we de tekst van Ott en Sien gelezen. Ott en Sien kent iedereen. Daar is een versie ooit van gemaakt aan het begin van de 20e eeuw. Ott en Sien in Indië. Het gaat over twee kindjes die dit keer niet in Drenthe leven, maar in Indië. En allerlei avonturen beleven. En dat zijn hele korte verhaaltjes, echt heel kort, één bladzijde of twee bladzijden. Met allemaal tafereeltjes die zich in Nederlands-Indië afspelen. En als je dat leest, dan denk je, nou, dat is een kinderboekje. Bedoeld ook om kinderen te leren lezen. Ze vinden een slak in de tuin en ze maken een tochtje naar een waterval. En dat soort dingen. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. En als je studenten dat voor het eerst laat lezen, dan denk je, nou ja, het is een leuk verhaaltje. Maar als je ze dan wijst op de machtsongelijkheid en op de koloniale verhoudingen die in dat soort teksten zitten, dan ga je ineens hele andere dingen zien. Dus als je tussen de regels doorgaat gaat lezen, dan zie je bijvoorbeeld dat in dit soort teksten alleen de witte mensen heldenrollen kunnen spelen. En dat iemand die in Indonesië is, als je van een inheemse iemand bent, dat je dan nooit iets goeds kunt doen, hè, of nooit gezien wordt, of eigenlijk nooit iets bijzonders kunt doen. Ja, dat is een leuk verhaaltje van pas op, er is een slang. Ott loopt in de tuin en er komt een slang en hij begint om hulp te roepen. Er is wel een inheemse tuinman bezig in de tuin, maar die is te langzaam, die kan hem niet redden. Uiteindelijk is het natuurlijk weer een wit iemand die hem dan te hulp komt. En dat gebeurt op een systematische manier. En als je studenten dat laat zien, dan kun je echt in de praktijk laten zien hoe koloniale ideologieën eigenlijk werken. Ook om te reageren en om iets te begrijpen van de tijd waarin we leven. Ik denk dat een belangrijk element is. Het is natuurlijk zo dat het heden geworteld is in het verleden. Dus ik denk dat een geesteswetenschapper vaak zal zeggen, door het verleden te bestuderen kun je het heden beter begrijpen. En dat is in dit geval denk ik echt wel zo, want nou ja, als je het over het Nederlandse koloniale verleden hebt, dat leeft meer dan ooit. Hè? Dus als je de kranten openslaat of als je televisie kijkt, documentaires. Hè? Bijna elke week zijn er reportages, documentaires over het Nederlandse koloniale verleden. Dus we zijn daar heel erg mee bezig. Onze rol als kolonisator, het Nederlandse zelfbeeld. Welk beeld hebben wij van onszelf als Nederland? En ja, dat is wel een beetje aan het kantelen de laatste tijd. Hè, van het idee van een tolerant land naar toch ook, ja, ook een land dat echt wel een verleden heeft gekend als kolonisator. Hè. En kolonialisme gaat altijd met geweld gepaard. En dat is niet iets wat de Nederlanders van zichzelf snel geneigd zijn te erkennen of zo te zien. Het is ook niet iets wat we in de schoolboeken geleerd hebben de afgelopen decennia. Dus dat is wel aan het veranderen. En ik denk dat het bestuderen dus van dit soort bronnen, vanuit dus meerdere perspectieven, een bijdrage dus kan leveren aan ook hoe wij over onszelf denken en het beeld dat wij als Nederland van onszelf hebben.